Het valt mediakenner Victor Vlam op dat Wouter de Winter al een tijdje niet echt meer een graag geziene gast is in de late talkshow van RTL 4. Ook bij Eva Jinek, die vorige maand afscheid nam bij de zender, is de frequentie van zijn verschijningen zeer sterk gedaald, zegt hij. Ik denk dat Wouter de Winter on his way down is. Oei, dat klinkt niet goed. Dit is iemand die uit de gratie aan het raken is. Hij was namelijk de vaste politieke duider bij Jinek, die daar echt één, soms twee keer per week aan tafel zat. Samen met Floor Brummer van RTL Nieuws duidde hij daar de boel, maar hij is daar de laatste tijd minder te zien geweest, vertelt Victor in de podcast De Communicado's. Er lijkt iets aan de hand te zijn. Wouter zat ook voor het eerst in 4 jaar weer bij de Late Night Talkshow. Op één is dat. Voor de laatste keer, in 2019 was dat, zat hij bij Pauw. Dat geeft aan dat hij kennelijk toch wel op de tweede rij is gezet, door de late RTL talkshow. Ze vinden hem minder belangrijk, hij is niet langer de primaire duider daar. Victor vindt het jammer. Hij is echt een telegraafjournalist. Dat betekent dat hij altijd wel lekker met wat DD over Sigrid Kaag kon praten. Ik moet eerlijk zeggen, het beviel mij enorm altijd als hij er was. Hij was best spraakmakend altijd. Er zat een soort van populistische telegraafondertoon onder die mensen ook wel konden waarderen. Juist daarom zit hij er echter niet meer, denkt de tv-kenner. Ik denk de reden waarom ik hem minder vaak vroeg, is omdat hij een geluid heeft dat ook wel een beetje lijkt op dat geluid van Vandaag Inside. En in die talkshow-oorlog die daar natuurlijk aan het plaatsvinden is, wilde Jinek zich meer onderscheiden. Om die reden nam Eva ook de neutrale nieuwslezer Roelof Hemmen in huis, vervolgt Victor. Maar onderdeel van die nieuwe branding is ook dat Wouter de Winter eigenlijk op een zijspoor werd gezet. Hij lijkt te veel op het geluid dat ook bij Vandaag Inside door Johan Derksen wordt vertolkt. Wouter lijkt in de late RTL talkshow te zijn ingeruild voor Joost Vullings. Die schuift daar ineens echt heel vaak aan,